vorige video was ik bezig met het kleinkleuterverblijf. En ondertussen heb ik hem redelijk afgemaakt. Ik heb de achtergrond namelijk een beetje afgewerkt met stenen, dat je niet zo tegen het hek aankijkt. En als je onder staat, heb ik wat plantjes neergezet, wat stenen. Ik heb ze ook iets minder ruimte gegeven qua water, want ze hadden best wel een groot hol. Dat heb ik een beetje afgeschermd met stenen. Maar ja, dit ziet er dus mooi uit. Ik heb het platform iets naar voren gehaald, omdat het natuurlijk niet echt meer paste. Omdat toen hier achter stond, toen paste het niet aan deze kant. En ik heb liever iets naar voren, dat de mensen kunnen kijken. Oh, maar volgens mij kan deze pas gebruikt worden als je aan alle kanten. No. Is dat zo? Dus dit kan sowieso niet gebruikt worden. Omringd worden door dieper water. Oh no. Dus ik heb dit voor de sier hier liggen, maar er kan niks mee gedaan worden. Nou, dan gaat die weg. Tot zover het ruime platform. Die gebruiken we dan wel bij de pinguïns. Nu heb ik even bordjes neergezet. Dezelfde bordjes die ik hier ergens achter in de dierentuin ook heb neergezet. Volgens mij bij de olifanten al. Dus in ieder geval mooier dan niks. En soms vind ik bepaalde stijl mogen terugkomen. Anders kan ik dat nog misschien net iets anders maken. Maar ik heb mijn binnenhokje ook even aangepast. Ik heb hier een klein beetje toch een beetje een dakje opgedaan. Zodat ja, dat makkelijk te zien is. Je binnenwerk eigenlijk nog wel mooier maken. Want het is... Oh, het is ook niet echt A4. Dan alleen maar zo, zeg maar, wat hier ligt. Dus misschien dat ik dat nog wel een keer mooier maak. En hier heb ik ook een omheiningje neergezet, ook wat mooier afgewerkt. En hier zit dat een beetje, ja, meer laag in, zodat het wat, ja, vetter effect heeft. Ik heb alleen maar een probleem. Ik kon niet meer planten in het hok doen, want ze willen niet volledig heel veel planten. Ze willen maar, ja, 90% beplanting. En ik zit echt op het randje. Want net als deze plantjes, die moet ik naar achteren schuiven, zodat het hok het niet meetelt. Want anders vond ik het wel heel karig eruit zien. Dus nu vind ik hem eigenlijk wel heel erg top. Ik heb hier natuurlijk een beetje de zonnepanelen neergezet. Dat is ook nodig. In zijn nadeel is dat veel mensen hier gaan kijken, in plaats van hier lopen. Want mensen denken, oh, als ik hier dan loop, is het goed bij de route van de dwergneelpaardjes. Dan kan ik vanaf hier ook wel die anderen zien. Dan hoef ik niet nog meer te lopen. Maar dat werkt dus natuurlijk niet helemaal. Dus wat ik ook kan doen, is dat ik hier misschien nog een pad tussen maak. Dat mensen altijd kunnen lopen hoe ze willen. Maar dan vind ik ook wel weer dat dit pad misschien niet echt zin heeft of zo. Dus het is misschien net wat mensen willen zien. En mensen kunnen tegelijkertijd ook weer zo omdraaien. En tegelijkertijd vind ik het wel wat hebben. Verschillende laagjes en zo. Mensen kunnen altijd hier oplopen en dan zo even teruglopen. Ja, wie weet, misschien kan ik het wel doen. Moet ik even kijken of het niet te veel wordt. Qua paden die elkaar kruisen. Maar ik heb inmiddels de 1000 abonnees bereikt. En daar wil ik jullie heel graag voor bedanken. Ik ben namelijk echt een wijs gaaf dat ik al 1000 abonnees heb. Dan had ik niet verwacht dat het toch nog best wel zo snel zou gaan. En dat jullie het ook echt leuk vinden om mijn video's te bekijken. Dus dankjewel voor jullie support. Ik vermaak me nu echt enorm erg met Planet Zoo. Ik vind het ook super leuk, een creatief spelletje. Maar er zijn natuurlijk ook een paar andere gameplays die ik op mijn kanaal had. Zoals Power World en andere farmspellen. Ik probeer de Planet Zoo series altijd wel op de dinsdag te houden. En heel af en toe, als ik er tijd voor heb, probeer ik op de vrijdag of op de zaterdag een extra video te uploaden. En laat ik vooral weten wat voor andere gameplays je ook wel leuk vindt om te zien. Ik had al van heel veel mensen gehoord dat ze Power World ook heel erg leuk vinden. Dus misschien dat ik dat ook weer ga opnemen binnenkort. Maar er zijn natuurlijk ook nog heel veel andere spelletjes. Dus als je heel graag wil dat ik een bepaald spelletje moet ontdekken, laat me ook vooral weten. Oké, ik ga hier een beetje ruimte maken. Want ik heb namelijk een poll aangemaakt op mijn community pagina. En dit keer hebben we echt super veel stemmen gehad. Want ik had gevraagd namelijk welk verblijf we de volgende keer gaan maken. Oftewel in deze video. En er was volgens mij over 50% gekozen voor de pinguïns. En dat vind ik op zich wel heel top. Want nu als je doorheen loopt, is het zo'n heel kaal verblijf hier. Dus we gaan daar met de pinguïns aan de slag. En dan ben ik even benieuwd. Als ik nu naar het hok ga. Hoe groot is het hok? 1500 meter groot. Nou, dat is best wel groot. Zullen we even kijken wat voor pinguïns er überhaupt in mijn park kunnen. Die ook een beetje tegen de hitte kunnen. Dus die wel een beetje passen bij de tropen. Ik vind dwergpinguïns lijkt mij heel leuk. Het enige nadeel is dat dwergpinguïns zijn best wel klein. Maar je kan echt iets van 500 pinguïns volgens mij hebben. En als ik kijk dat hoeveel pinguïns ik hier kan doen. Ik kan volgens mij al 500 pinguïns doen, dat is heel veel. Als ik hier dus 80 pinguïns aanklik, heb ik nog steeds heel weinig landvereisten nodig. Dus de dwergpinguïns zijn volgens mij heel klein. En ik wil wel dat je iets kan zien, aangezien het best wel grote ruimte is. Is het daardoor denk ik eerder vet om een ander soort pinguïn neer te zetten. Dan moet ik zeggen dat ze überhaupt pinguïns niet heel veel ruimte nodig hebben. Maar misschien moet ik kijken naar de graden. Want zoals een zwartvoetpinguïn, dat zijn echt tropische pinguïns. Die kunnen echt goed tegen de warmte. Dus ik denk dat we voor de zwartvoetpinguïn gaan. Ook omdat het gewoon... Als ik aan een pinguïn denk, denk ik aan zoiets. Dus dit is gewoon een pinguïn. Ik moet zeggen dat die andere pinguïns ook echt pinguïns zijn. Hier, die koningspinguïns. Maar dat vind ik wel misschien leuk voor een wereld of zo, waar het misschien wat kouder kan zijn. Voor een dierentuin in ieder geval. Dat lijkt me ook nog steeds heel erg gaaf eigenlijk wel om een coole dierentuin te creëren. Maar we gaan voor de zwartvoetpinguïn. Nou vind ik het een beetje lastig. Ik had het stijl in gedachten. Maar nou is het zo dat het wel een beetje moet overlopen in deze tropische jungle vibe-achtige... sfeer. Maar laat ik maar als eerst sowieso het water eruit halen. Dat is misschien ook wel fijn. En ik doe even de ondergrond, doe ik wel gewoon lekker zand. En dan doe ik dit even zo. Dus ik
ga alles maar gewoon even zand maken en alles een beetje egaal maken. Dan kan ik daarna altijd nog wel wat ander terrein aan toevoegen. Dan wil ik sowieso dat de bezoekers hier kunnen kijken. Dus de pingwings kunnen hier voorlopen. Dat is gewoon super vet als je dicht bij de pingwings kan zijn. Maar dan ga ik hierachter gewoon denk ik iets vets maken. Dan wil ik ook een beetje een jungle vibe daar gaan neerzetten. Dan weet ik niet of het slim is dat ik zoiets kopieer. Of dat ik het echt even allemaal zelf op maat moet doen. Maar op zich is zoiets ook wel vet. Dan haal ik wel even al dit eruit. Oké, dit gaat wel echt vetter uitzien. Ik ga even wat bouwen. Ik ga ook even kijken of dat lukt. Ik vind het nu wel echt heel top. Ik wil dit alsnog anders doen. Misschien dat ik het helemaal ga openmaken. Of lager gaan maken. Zodat het wat kleinere tempeltjes zijn in plaats van hoger. En ik wil het heel erg zanderig, heel erg licht qua kleur doen. En dan ga ik kijken of ik er wat een beetje moois van kan brouwen hier. Zo, ik ben echt flink bezig geweest hiermee. Het heeft even geduurd, maar dan hebben we ook wat. Als je hier zo kijkt, dan zie je al die hele vette. Ik vind het hok ook nog steeds vet. Oh, we hebben jonkies trouwens. Super cute. Oh, zijn die goed? Ik ben even afgeleid. Goud, let's go. Een jongetje goud. Een meisje, niet goud, maar prima. Ze heeft op zijn minst een soort van aantrekkingskracht. En wel een goudmeisje. Oh my god, zo fluffy. Oké, nee, maar dit is heel vet. En dan kijken we rechts. En dat is ook echt heel vet. Eigenlijk zou het ook vet zijn om hier een tijgersoort neer te zetten. En om het dan weer gewoon zo open te laten. Maar dan kunnen we dit niet open laten. Pingwings zijn ook leuk. We gaan pingwings hier neerzetten. Ik hou van pingwings. Het enige is wat we eigenlijk moeten doen is dat we gewoon een pingwing moeten halen. Want ik weet niet in hoeverre een pingwing hier overal kan lopen. Want ik had dit als idee. Dan moet ik hier misschien toch een soort schuilplek van gaan maken. Want dat hebben ze toch nodig. Ik dacht dat ik hierachter dat dan ook een beetje doe. Dus hier misschien toch een soort van dakje op doen. En dan kan altijd misschien hierachter ook in verwerken. Maar ik dacht, de pingwings hebben niet zo heel veel ruimte nodig. En dan kan ik dit ruimte altijd nog een soort van inkorten. En dan kan ik hier misschien nog wat personeelsdingen neerzetten. Dus ik kan gebruik maken van mijn ruimte. En dan moet ik kijken of ze hier overheen kunnen lopen. Dus dat is ook best wel belangrijk. En of het personeel er ook terecht komt. Dus laat ik even gaan kijken. Laten we de pingwing gaan halen. Ons proefpersoon, zwartvoet pingwing, even kijken. En dan hoop ik dat er eentje is. Een zwartvoet pingwing en een gouden. Maar die kost heel veel geld, daar hebben we geen geld voor. Oh, maar deze en die zijn wel goed. Adopteren, dit gaan sturen, holstiek idee. En we willen er nog één. We willen er snel nog eentje halen. En deze was redelijk ook goed. Oké, adopteren, allemaal van Frontier Zoo. Dus mensen verkopen niet echt pingwings. Oké, ik laat het even lopen. Ik heb niks veranderd aan het verblijf. Dus het is goed, het verblijf nog in het werkgebied. Ik kan wel even gaan kijken of personeel overal bij komt. Personeel kan overal bij komen. Dan kan via die trappetjes, zoals mijn idee, kan die hierheen. Ze kunnen hier overheen. Oh, dat is echt top. Maar dan moeten de pingwings dat ook kunnen trouwens. Daar komt de eerste pingwing aan. Misschien moet ik ook meteen water erin doen. Maar ik laat eerst even de pingwing komen. Look, it's a pingwing.
Oh, die pingwing staat hier heel mooi trouwens. Oh my god, die kleur. I like it. Oké, dan doen we snel water erin. Water kan zo hoog. Oeh, dit is wel echt heel vet eigenlijk. Heel eerlijk? Heel vet. En ik kan nog een beetje spins wat er bovenuit komt. Dan ga ik het water heel doorzichtig doen. Gewoon water, ja. Doorzichtig is echt heel hoog. Zodat je gewoon lekker er doorheen kan kijken. Vind ik ook belangrijk hierbij. Bubbeltjes willen we ook een beetje. Dit is echt heel top. Pingwing, wat vind je ervan? Pingwing is waarschijnlijk nog niet helemaal er blij mee. Oh, de andere komt er ook aan. Nou, laten we even zo'n pose zetten. Bedekking. Minder planten. Nee, heeft hij minder nodig? Oh, al die bomen aan de zijkant natuurlijk rekent hij ook mee. Ja, dan moet ik misschien even aanpassen. Aangezien deze heel weinig planten nodig hebben. Maar laat ik in ieder geval kijken naar de issue kaarten. Ze kunnen hier komen. Kunnen ze er wel? Oh, wacht, dat is personeel. Het dier. Het dier kan hier wel komen. Het dier kan ook hier komen. Is dat, was dat water? Ja, dit was water. Oké, prima, Dima. Oké, maar wat slim is, is om die dingen weg te doen. En om die dingen terug te plaatsen. Zoals in ieder geval, want aan die zijkant zitten natuurlijk ook allemaal lianen. En ik wil het niet aan helemaal waar gaat. Hier moet ik misschien even dicht doen. Zodat de bezoekers wel vanaf die kant nog wel die stijl zien van de ingang. Maar dat de pingwings in ieder geval geen last van hebben. Dan laat ik al deze plantjes ook maar even weghalen. Want hier waren de pingwings niet tevreden mee. Oh, hij wil die palmboom niet. Die palmboom vond ik juist leuk. Jammer nou. Oké, dan gaan we toch even kijken naar het terrein. Zivige schuilplaats. Terrein, ja, hij wil wat meer aarde. Dat dacht ik op zich wel. Zivige schuilplaats heeft hij wel. Wat valt hij, wat ziet hij als zivige schuilplaats aan dan? Ik denk dit. Of dit hieronder. Is dat genoeg voor één dier? Ja, voor één dier wel, maar voor meer dieren natuurlijk niet. Daar moet ik rekening mee houden. Ik ben wel heel benieuwd wat voor planten die wil. Dus laten we even snel spinsen wat voor planten die eigenlijk wil. Ik hoop wel een paar palmboompjes. Oh, dit is een palmboom. Prima. Zet ik die daar even neer voor de time being. En een kleintje. Oh, dit ziet er op zich ook wel leuk uit. Oh, hij wil wel deze bomen. Alleen, ja, die zijn iets anders natuurlijk. Ja, oké. Maar het is een beetje die palmboom die olifanten hadden ook. Nou, het ziet er wel heel cute uit, die palmboompjes zo. Oké, ik kan natuurlijk niet te veel, want dat vindt ze niet leuk. Want ik zit nu misschien al... Ik zit nu al eigenlijk... Ja, ik heb nu al eigenlijk al voldoende. Maar is er geen plant in het water die ik dan kan neerzetten dat ik misschien leuk vind? Ja, een beetje gras. Ik kan ook hier even wat neerzetten. Ik denk dat dat mooier is als ik het hier neerzet. Misschien hier ook nog een paar, dat het een beetje levendig uitkomt te zien. Nou, het ziet er wel heel leuk uit. Oké, misschien had ik nog... Wat voor boompjes willen ze eigenlijk nog meer? Maar ik vind het wel mooi om misschien de boomstijl een beetje zelf te houden. En dan gaat deze een beetje hierheen. Oké, laten we in ieder geval, want dat wou ik nog heel graag doen. Misschien dat ik eerst even moet kijken naar de verrijking. Voordat ik dingen ga neerzetten. Even kijken, speeltjesverrijking. Ja, ze willen heel graag zo'n platform. En ik heb het platform nog nergens staan. Dus heel eerlijk, is het denk ik wel vet om die hier neer te zetten. Dan heb ik eindelijk een platform die past. Ja, platform gaat 100% hier. En deze komt denk ik hier. Want dit vinden wij gewoon leuk. En dat geldt ook voor deze. Als ik die een beetje zo neerzet. Dan past die precies. Oh mijn god, dit is echt cute. Oké. Dan willen ze heel graag een spiegeltje. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Die zetten we hier neer. En ik denk dat ze nog één spiegeltje hier gaan neerzetten. Of bellenblaas. Dat is ook leuk. Maar ik wil even kijken of de pingwing hierop kan komen. Want dit is wel een verhoginkje. En ik weet niet of de pingwing daarop kan komen. De pingwing kan daar niet op komen. Nee, precies. Dat dacht ik al eigenlijk. Een soort van. Dat is toch te hoog. Zo, dan kreeg ik een beetje een steuntje voor het trappetje. Misschien iets logischer of zo. Dan zet ik één leuk spiegeltje zet ik ook hier neer. Ik kan er ook bellenblaas neerzetten. Ik vind het prima zo. Dan ga ik naar verblijf weer. En dan ga ik even voor hun eten kijken. Van de waterkist. En deze is hier. En dan hopen dat ze dadelijk overal bij kunnen komen. Hier, belletjes. Oh, super cute. Ik ga die belletje even kleur geven. Zo, ik vind het prima. Laat ik het even laten lopen, zodat de pingwings gewoon lekker hun ding kunnen doen. De pingwings aankomen. Hallo daar. Waggel, waggel. Dat is echt super cute. Jullie kunnen niet ontsnappen, hè? Oh, dat geluidje. Oké, deze is toegankelijk. Deze is ook toegankelijk. Is deze nu toegankelijk? Aan beide kanten. Holtskidee. Ik dacht, misschien blokkeer ik misschien bepaalde dingen. Deze is ook toegankelijk.
Deze is ontoegankelijk. En dat is logisch, want die moet meer omhoog. Want nu is die wel toegankelijk. Ga ik even een steentje pakken weer. Dan los ik altijd even op met een steentje. Oh, misschien moet ik meteen op de borden hier even neerzetten. Borden. Zwartvoetpinguïn. Here we go. Deze ook. Zwartvoetpinguïn. Nou. I like it. Ja, de pinguïns gaan zwemmen. Kijk nou, dat is toch leuk. Ik heb meer pinguïns nodig, jongens. Ik heb veel meer pinguïns nodig. Zijn ze blij? Volgens mij zijn ze blij. Oh ja, meer aarde. Ze wouden meer aarde. Oh ja. Laat ik dat maar even doen. Trein. Verven. Aarde. Pest is een beetje nul. Doe ik dat hier wel een beetje op een loopdingen. Stop ik het ook een beetje hieronder. Daar heb ik ook geen last van. En hier zo, bij de ingang. Terrein is helemaal perfect. Kijk, wat een idee. Kijk hoe druk het ook is. Al die mensen vinden het helemaal geweldig. Net als ik. I like it. I love it. Ik heb het ook eigenlijk nog niet verder gezien dat mensen met pinguïns een tempelsfeer hebben gemaakt. Ik vind het ook wel vet. Ik vind het ook wel leuk, een beetje origineel. En het staat ook echt goed hier. Hij zet op een platform. Het platform wordt eindelijk gebruikt. Ik probeerde dat platform al vaker bij de kleinkleurots neer te zetten. En dat lukte ook niet, want was het water niet zo breed. Maar nu eindelijk kan het gebruikt worden. En die pinguïns, zo cute. Dan een beetje bug. Maar hij werkt gewoon super goed. I like it. Oh, hotsieflots. Dit zijn trouwens mijn eerste pinguïns die ik heb. Nou, kijk dan toch. Als je zonder heen komt, zie je niet veel meer. Maar dit is wel echt een vervallen tempelfeeling, hoor. Ik vind het echt wel vet. Waarom heb ik dit niet eerder gedaan? Denken jullie wat ik denk? Nalis gaat heel erg in de weg zitten voor dat platform. Maar hier kan die misschien wel komen. Ja, we gaan ervoor. Dit is echt super vet. Oké, natuur. Doet deze nog? Vraagteken. Oh, nee, doe dat niet meer. No, hij stond zo leuk hier. Nee, ik ben echt... We gaan jou verplaatsen. We gaan jou even verplaatsen. We gaan jou hierin zetten. Doe je het dan nog? Oh, hij doet het nog. Oh ja. Yeah. Want het moet er leuk uitzien boven water. Maar dus ook in water. En nu zit het er prima uit. Ik moet het hiervoor aanzetten. Maar dan weet ik niet of dat een beetje raar eruit ziet. Dat dacht ik net ook. Als ik het nou gewoon voor aanzet. Want het lijkt me ook wel vet dat ze door dingen heen kunnen zwemmen. Dat mensen het kunnen zien. Maar dat is misschien ook wel weer heel geforceerd of zo. Hij doet het wel nog. Maar werkt dit? Kunnen pinguïns hier nog doorheen zwemmen? Hij is nou ontoegankelijk. Laat ik deze weghalen. Is misschien een beetje too much. Ik weet niet of het spel het pakt. Oh, dit is ook wel heel groot eigenlijk. Maar dit kan ook wel heel vet zijn. En dan moet ik deze gewoon een beetje hierin halen. Kunnen ze hier doorheen? Hij gaat er letterlijk doorheen. Dat is misschien niet helemaal de bedoeling. Dus hier neerzetten dan. Oké, de pinguïns zwemmen er letterlijk doorheen in plaats van mooi onderdoor. Maar het gaat om het idee, want in het echt zouden de pinguïns hier wel onderdoor gaan. Maar tegelijk vind ik het misschien ook heel druk worden. Wordt het nou niet te druk? Een donker hoekje hier. Als ik het eerst lager doe. Oh, ik denk dat lager mooi is. Dan valt het niet helemaal op. Kijk, dan kun je ze nog daarachter zien. Ja, lager is mooier. Ik vind dit ook heel vet, onder ons tempeltje hier. Oh no, moet wij naar Patch en Intelt aan het doen. Ik moet ze even snel tegenhouden. Hongerig, jong volwassen, anticonceptie. Nou, misschien dat ik deze gewoon moet verkopen. Die naar opslag sturen, daar heb ik hier last van. Zo. Intel, dat doen we. Ja, jongens. Hoe is het hiermee? Zijn mensen eindelijk hier naartoe gegaan? Hé, hey, het is hier wel wat drukker, inderdaad. En mensen staan eindelijk hier. Maar jongens, hier, dit was dus inderdaad niet de bedoeling, hè? Dat zei ik de vorige keer al. Het was niet de bedoeling om hier te gaan kijken. Ja, maar het eerst dat ik mensen ook hier zie staan. Oh. Maar dit is ook wel veel beter voor de kleinklauwotter. Ze ziet er ook wel gewoon zoveel beter uit. Ik wil nu zwemmen. Dit werkt ook allemaal goed. Het werkt voorheen niet zo goed. Ik ben benieuwd wat ze dan wel weer gaan zeggen hierover. Oh, oké. Ze hebben op zich wel goed zin. Ik wou er lang kunnen kijken. Dat ligt er misschien nadat mensen dan weer hierboven aan het kijken waren. En anders, ik ben gewoon tevreden met Hok. Ik vind Hok zoveel mooier dan het oude Hok. Dus als ze dan een beetje gaan klagen, zo be het. Ik heb toch ongeveer 5 sterren, dus ik moet niet zo aanstellen, denk ik. Maar kijk hoe mooi dit geworden is. En nu zou het hier misschien wat minder druk worden. Misschien dat ik wel even gewoon voer moet neerleggen hier. Ik weet niet of het geschikt is. Oké, het is toegankelijk. Zouden mensen wel nog hier naartoe kunnen komen? Dan kijk, dit is helemaal top. Pinguïns die zitten echt in het water. Dus mensen kunnen veel beter, veel mooier gaan kijken. Dus dat vind ik echt heel top. En wanneer is het nog de mogelijkheid om het goed te kunnen zien? Oh, wat geweldig dit. Heel vet. Laten we snel nog een paar pinguïns halen. Dit is een gauw over 200.
Die kunnen we adopteren. Naar die land sturen. Hotstikke idee. We hebben een mooie. We hebben een gouden. Dat is top. Je kan een mooie doorfokken voor andere gouden. Zijn er nog andere goede redelijke? 6,7 jaar. Ja, we willen gewoon meer dieren. Dus ik stuur ze gewoon hierheen. We hebben er meer nodig namelijk. Een nieuw dier is aangekomen. Oh, dat is het ook te chillen hier. Yeah, let's go. Daar komt de gouden queen aan. Nou, dat is wel top hoor. Wat grappig dat nou hier niemand boven staat. Kijk, iedereen wil natuurlijk eronder kijken wat ik ook meer dan snap. Maar dan gaat dat de goede kant op. Nou, dan is deze plek echt zo goed als af. Ik ben er echt heel blij mee. Ik vind het ook hartstikke leuk om zoiets te maken. Want de pinguïns hebben bijvoorbeeld inderdaad een helemaal niveau groen nodig. En heel vaak doe ik wel heel veel dingen met groen maken. Dus of dan met struiken en met beplanting om dat mooi aan te kleden. Dus dit was wel een leuke uitdaging om echt met stenen te doen. En dat betreft past zo'n tempelstel er wel heel goed bij. Omdat je dan toch nog een beetje creatief kan zijn. En ik vind die palmbomen erbij en zo ook echt wel een lekkere tropische sfeer geven. En zoals ik zei, ik vind het platform ook echt leuk om eindelijk een keer te hebben. En heel eerlijk, ik wou echt wel heel lang wel pinguïns in mijn dierentuin. Maar ik moest natuurlijk gewoon een goede plek voor hebben. Het is niet dat ik heel graag een dier wil en dan gewoon ergens neerzet. Het is meer het plekje moeten voor passen en voor kunnen of zo. Tegelijkertijd had dat zo moeten zijn. Dat het werk naar paden moest verhuizen. Dat er plek was voor deze pinguïns. Want de pinguïns zijn echt rond aan turbo hier. Het is echt heel leuk. Dan weet ik alleen niet of ze genoeg schuilplek hebben. Oh, daar hebben ze ook nog steeds genoeg. Misschien moet ik hier... Oh, cute. Misschien moet ik hier inderdaad ook even wat neerleggen. Dat wou ik net al gaan zeggen. Ze misschien een beetje stro hebben om lekker in te liggen. Zo. Hé, daar komt het diervoeder aan. Oh, die gaat het voer neerleggen hiervoor. Omdat het stol, want dan betekent dat de dieren naar voren komen. Misschien dat hier ook wat bezoekers in gaan. Ik zie er wel eentje kijken hierachter. Die zit wel te loeren. Het is wel echt heel mooi om hier rond te lopen. I like it. Kom jongens, we hebben eten. Oh, daar komt er eentje aangerend. Ja. Ze gaan eten hoor. Kijk maar. Waarom is bijna elk dier op Planet Zoo schattig? Het is echt... Het spel is echt leuk. Oh, kijk hem eten. Heeft hij zoveel gegeten al in zijn uppie? Oh no, jongens. Jullie moeten opschieten. Want deze meid of deze... Ik weet niet wat het was. Die loopt alles op te eten. Cute. Oh, kijk hem op. Kijk hem gewoon. Dan loop ik echt over de steen heen. Dat is dus blijkbaar makkelijker. Gaan ze hier wel zo erin? Nou, het is misschien wel een beetje stijl voor ze. Alhoewel hij wel echt heel relaxed hierbij staan. Vergeet gewoon niet te abonneren als je meer gameplay wil zien op mijn kanaal. En check ook vooral deze video uit. Het vond je YouTube video ook heel erg leuk. En dan zie ik weer bij de volgende video. Doei doei!